Ik ben vandaag misschien de zoveelste in de rij, maar toch wil ik u in naam van de volledige TV1-ploeg oprecht een opperbest jaar wensen. Humor, muziek, een comedy en een film, het zit allemaal verweven in onze nieuwjaarsavond. We beginnen met een leuke Amerikaanse film uit 1984. De nogal zenuwachtige Theodore, alias Gene Wilder, wordt stapel op een jonge vrouw in een rode jurk. Om in smaak te vallen van The Woman in Red haalt hij halsbrekende toeren uit. De muziek van deze film werd bekroond met een Oscar. U herkent ongetwijfeld het nummer I Just Call to Say I Love You van Stevie Wonder. Georgia bitches have been humping steel out of this town for years. You know, Grandpa, Pop, Greg. I mean, you know, it's about time one of us had something to say about the stuff after it's been made. That's gonna be me. Pennsylvania, begin van de jaren 80. Steph heeft een boon voor Lisa en droomt van een toekomst ver van de staalindustrie die zijn vader en broer te werk stelt. Miles, give me that ball. George, what the hell are you doing here? I told you 1,000 times, you hit that. Go for the ball, not the man. You go for the ball. This is a football, see? It's about that. That's a man. There's a man running over there. You do that in the game, son, we got a penalty. You understand? I had the coverage. What? The play. I didn't hear you. I had the coverage, sir. I made the play. Now you do it my way or it's a highway, George Vick. All the Right Moves met Tom Cruise, maandag om 9:55 op TV2. 23.000 mark bekom ik nog van dir. Stecke da drin in den Mannbau. Hätt ich wenigstens mal die Hälfte überwiesen. Es ist sein Geld. Noch, mein Schatz. Noch. Was willst du machen, wenn sein letzter Groschen aufgebraucht ist? Dann sind wir doch dran. Was willst du dann Böhler und den anderen Gläubigern sagen? Tut mir leid. Das ist womöglich der Bescheid über die Rentennachzahlung. Hm. Das lese ich in Ruhe, wenn ihr wieder weg seid. Ja, die Frage ist einfach, wie lange macht das denn noch? Schwarzwaldklinik, morgen um 7:55 op TV1. Bij de Bundy Family wordt de boel nogal vaak op stelte gezet. U zult het merken over een kleine 10 minuten. En tot dan krijgt een andere grapjas van ons het woord, Benny Hill. We present the Three Musketeers. Ja, en na de musketiers geven we het woord aan de cowboys, Madame Germaine de Coeur Brisé, Dr. Zhivago en de rest van de Lava-familie. We zien ze voor het laatst om 10:00 vanavond. En voor het eerst maken we kennis met een andere familie. Al en Peggy zijn 15 jaar getrouwd en hebben 2 kinderen. Elke ochtend is het bij hen een ware heksenketel. U zult het wel merken, zo dadelijk in Married with Children, een Amerikaanse comedyserie. Love and marriage, love and marriage.